Welkom bij de eerste editie van Actua Jongeren. Actua, maar dan voor jongeren. Mijn naam is Daan van Dussen en vandaag gaan we het hebben over de popronde. Wat is de popronde precies en hoe is het om eraan mee te doen? Het grootste reizende festival van Nederland, de popronde. 32 edities en 31 steden. 1017 inzendingen van bands en er zijn waarvan er 100 zijn geselecteerd. De popronde doet 29 september Dave daaraan en ik praat ermee over met Marjolein Dokter, projectmedewerker van het Burgerweeshuis en popronde coördinator van Deventer. Welkom. Dankjewel. En ik praat met Joris Kwast, hij is muzikant en drummer en, van Sideditch en Willem Freddy en met hem praat ik over hoe het is om mee te doen. Maar we beginnen met Marjolein. Wat is precies de popronde? De popronde is eigenlijk het grootste rondreizende festival van Nederland, waar allerlei onbekende bands de kans krijgen om door heel Nederland te toeren in cafés, in schouwburgen, in poppodia. En zeg maar in voorgaande jaren heb je bijvoorbeeld Go Back to the Zoo nog in een kroeg kunnen zien. Mm-hmm. Nu verkopen ze alles uit. Ja, dus het is eigenlijk de toekomst staat... Ja, de daar springplank. De springplank, ja. Oké. Precies. En hoe wordt het georganiseerd? Ja, waar moet ik beginnen? Nou, bij het begin. hoe wordt het georganiseerd? Je hebt een overkoepelende organisatie, dat is Popwaarts, vanuit Nijmegen. Ja. Zij zijn ooit de popronde gestart. En na verloop van tijd is dat in steeds meer steden is het opgestaan. En elke stad heeft zijn eigen coördinator, die benadert de kroegen en die gaat daar programmeren. Oké, dan ben je misschien alweer een stap te ver, want ja, ik ben waar wel komen iets de bands vandaan? De bands kunnen zich aanmelden. Nou, dat zijn er komen ontzettend veel aanmeldingen altijd binnen. Ja. Daaruit worden er 100 geselecteerd. En die 100, daarvan moeten wij er zoveel mogelijk wegzetten in onze lokale horeca, zeg maar. En hoe worden die geselecteerd? Door een vakjury. Bestaande uit mensen van VPRO 3 voor 12, Radio 3FM, programmeurs. Door vakmensen. Door vakmensen, oké. Ja. En Joris, jij zit in twee bands, Sideditch en Willem Freddy. Kun je even iets kort vertellen over Sideditch? Sideditch is, we omschrijven het zelf altijd als alternatieve rockpop of poprock. Het is maar net hoe je het wil zeggen. Ja. En daar hebben we vorig jaar meegedaan met de popronde, met Sideditch. En Willem Freddy, daar willen we mee gaan doen aan de popronde volgend jaar misschien, als het lukt. En dat is funky orgel, sax, bas, drum, trash, zoals wij dat zelf proberen te omschrijven. Maar het is... Het lijkt op de oude Peppers, gecombineerd met de Doors een beetje. Okay. Een energieke liveshow. Ja. En we zijn inmiddels met beide bands al heel Nederland doorgeweest, zo ongeveer. Met, niet alleen met de popronde, maar ook met heel veel andere optredens. Voorprogramma's gedaan van Moog, Other Lives, School is Cool. En zou je kunnen zeggen dat Sideditch relatief gezien zeg maar groter is nu dan Willem Freddy? Of? Nou, Sideditch bestaat al iets langer en we hebben een iets groter netwerk ook daardoor opgebouwd. Ja. En omdat we langer bestaan, steeds meer contacten, hebben we meer optredens gedaan. Dus dan krijg je ook steeds meer mensen die Sideditch kennen. En Willem Freddy is gewoon nog iets jonger. Ja, precies. Een jongere band. En dat moet nog groeien. Vorig jaar heb je met Sideditch meegedaan. Ja. Hoe ging dat? Hoe hebben jullie weer aangemeld? Hoe heb je dat gedaan? We hebben ons aangemeld via de website van Popronde. En ons gewoon ingeschreven met een goede demo. En, heb je dan nog iets bijzonders gedaan? Want ja, er zijn duizenden inzendingen, of 1017 dit jaar, inzendingen dit jaar. Ja. Vorig jaar was het misschien iets minder. Maar goed, je moet er wel uitspringen tussen die inzendingen. Ja, dat klopt, ja. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik denk persoonlijk dat je, als je wil aanmelden als band en je wil in de selectie zitten, dan moet je gewoon zorgen dat je een goede demo hebt of EP. Je moet gewoon goed materiaal hebben wat representatief is. En
je moet ja, gewoon de dingen eromheen, zoals een website en een logo. Mm-hmm. Je moet de boel gewoon goed voor elkaar hebben, wil je ertussen zitten. Je moet laten zien dat je er klaar voor bent, als het ware. En dat je het graag wil en dat je het ook aan kan, als het ware. En ja, dat is denk ik toch wel het belangrijkste. Gewoon zorgen dat je goed materiaal hebt wat representatief is. Oké, okay, en heb je je aangemeld en dan? Ja, dan krijg je dus, dan op een gegeven moment is de inschrijving gesloten. En dan gaat inderdaad, wat Marjolein net al vertelde, gaat zo'n vakjury van, ik weet niet hoeveel mensen er zijn, een stuk of 30 misschien wel. Nee, ze zijn er maar een stuk of 8. Oh, een stuk of 8, nou ja. Kijk, dat is dan weer het verschil tussen organisatie en deelnemen. Dat heb je niet hoor, je wordt gewoon... Ik hoef dat ook niet te weten natuurlijk. Nee, precies. Dus ja. Maar ja, dan op een gegeven moment krijg je bericht dat je in de selectie zit. En dan... Dan is het gaan met die banaan en hopen dat de kroegen dan je ook nog boeken. Want dan hangt het ook nog weer vanaf. Want hoe werkt dat precies? Ja, in principe, ik ga dus langs de kroegen, langs de locaties. Mm-hmm. En daar overleg ik van wat voor genre ze willen. En dan laat ik een aantal bands luisteren van wat vinden jullie het beste passen bij jullie podium. En ja... Soms heb je natuurlijk zelf al wel een voorkeur. Dan kies je al van, nou, die band, die gaat waarschijnlijk doorbreken. Dus die wil ik graag in Deventer neerzetten. En dan moet je die band verkopen aan de kroeg. Dus het kan twee kanten opwerken. Ja, precies. Dus als je bent geselecteerd als band, wil dat nog niet zeggen... Nee. Dat je in 32 steden staat. Nee, of in 32 het best staat. Kan je dan zelfs nog ervoor zorgen dat je dan nog meer opvalt. Want dan weten de coördinatoren, die denken dan ook van, nou... Die band moeten we in de gaten houden. Precies. En hoe is die periode gegaan? Want dan ben je dus geselecteerd. Nou, en... Ja, wij hebben dat ook, we hebben dat ook wel gedaan. Dat we zeg maar, als je weet dat je geselecteerd bent, dan kun je jezelf inderdaad, wat Marjolein al zegt, gaan verkopen bij die kroegen en dergelijke. Mm-hmm. Of in ieder geval bij de steden en de coördinatoren daarvan en de kroegen zelf dan. En dat ging eigenlijk wel goed. Ja. Ja, we hebben gewoon ons van onze goede kant laten zien, zeg maar. En zoveel mogelijk benaderd om zoveel mogelijk optredens binnen te slepen. En dat is wel aardig gelukt. We hebben in totaal volgens mij meer dan 10 optredens gedaan. Nou, dat is best wel heel netjes als je bedenkt dat sommige bands misschien maar 1 of 2 keer aan bod komen in de hele popronde. Precies, en hoe gaat het dan... Je komt gewoon zo'n kroeg binnen en je speelt. En hoe gaat het bijvoorbeeld met betalingen en zo? Word je daarvoor betaald? Of? Als je geboekt bent, dan kun je nog contact hebben met de kroeg of zaal of café. Waar je dan ook geboekt bent. Mm-hmm. Om afspraken te maken of dingen vast te leggen. Maar het meeste is al vastgelegd door de popronde. Mm-hmm. Dus een soort reglement voor de mensen, voor de horecagelegenheid en voor de band, als het ware. En het is gewoon een programma wat je ontvangt als band met tijden. Zo laat moet je aanwezig zijn, zo laat speel je. En dan heb je er veel aan gehad, aan die 10 optredens die je hebt gehad met Sidits? Heb je het gevoel dat je zich aan over hebt gehouden als een maand aan popronde? Ja, we hebben er heel veel aan overgehouden. Het mooiste is nog wel dat we er geld aan over hebben gehouden, denk ik. Want dat konden we investeren in een EP die we later hebben uitgebracht. En daar waren we echt heel blij mee. Maar wat vooral heel erg leuk is dat je op plekken komt waar je anders waarschijnlijk nooit zou komen. En dat je niet alleen dat, maar ook nog met heel veel andere bands die je dan ook nog wel eens weer terugziet in de popronde. Dus je ontmoet heel veel bands, ja. Je ontmoet heel veel mensen en locaties. En dat is gewoon heel goed voor je podiumervaring en zo. Ja. En je krijgt heel veel media-aandacht. Ja, je krijgt heel veel media-aandacht, want het is gewoon wel echt een springplank. Gewoon als je in de popronde speelt. Dus je wordt wel uitvergroot, zeg maar. Ja, dus zeker. Staat goed in de kijker, zeg maar. Ja, ja. En dat is echt een voordeel. 29 september is het zover, dan is hij weer in Deventer. Ja. Waarvan denk jij, nou, die bands hebben we geboekt en die zijn, dat worden de nieuwe Go Back to the Zoo, zeg maar. Die worden groot. Hier kan je me... op vastpinnen. Dat is heel moeilijk altijd. Maar ja. Nee, ik heb er natuurlijk wel een paar waarvan ik denk van... nou, die gaan echt heel erg hard nu. Dat John Coffey staat in Per Se. Dat is een vrij... dus wat meer rockband. Maar die gaan wel... ja, die stonden afgelopen oor, geloof ik... met 2 pagina's erin. Dus dat gaat hem wel worden, denk ik. De Jacks
hebben de meeste popronde boekingen ooit. Volgens mij zitten ze nou al ergens in de 30 of zo. Zo, dat zijn alle steden, alle edities. Uit mijn hoofd hoor, ik kan achter in de 20, begin 30, zoiets is het. Ah, dus, wel knap. Ja, ik denk ook dat die heel hard gaan. Angela Moira heeft meegedaan met de beste singer-songwriter. Ah, ja. Speelt in Vrienden van Vroeger. En Daniel Versteeg, 3FM Serious Talent al. En die ook meegedaan met de beste singer-songwriter van Nederland. En Erik Corton noemde hem al de belofte van dit jaar. Dus, is dat toeval dat ze en de singer-songwriter van Nederland mee hebben gedaan en de popronde? Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Dat is wel geinig dan dat dat gebeurt. Ja. Oké. Okay. Zaterdag 29 september is dus de popronde in Deventer. Deventer RTV is partner van de Deventer popronde en houdt onder andere op zaterdag 29 september een speciale uitzending van 5 tot 8 is die uitzending met 3 popronde acts die langskomen. En jij als kijker kan erbij zijn bij die exclusieve sessie op de redactie. Die zijn niet op de radio te horen, die zijn alleen voor jou. Wat moet je doen? Eventjes sms'en popronde of DR spatie popronde naar 3010. En wie weet ben jij erbij. Tot zover deze Actua voor jongeren. Volgende week zit hier weer Dirk-Jan Cinema op deze stoel. En wij spreken je volgende maand weer met een nieuwe Actua jongeren. Graag tot dan!